and your girl gave me just a little bit of lacha. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Yo mensen, welkom bij een nieuwe serie die wij gaan doen. En dat is Modern, nee niet Modern Warfare, dat is WW2 campaign. Dat gaan wij doen. Ik had het al in de laatste video van Modern Warfare Remastered gezegd. Dat wij misschien deze campaign erbij gaan doen. En ja, laten we gewoon doen. Ik zal even mijn headset aandoen. Oh, die stond al aan. Lol. Nou, maakt niet uit. We doen hem zo wel aan. Laten we beginnen. En gewoon weer uitspelen eigenlijk. En ik moet je wel zeggen, de campaign van deze zit er wel beter in elkaar. Omdat ik kan hier één missie per aflevering doen. Dus dat komt wel goed met dat. Dus laten we gewoon beginnen. Ik zet headset even aan. En let's go. Laten we beginnen. Dan. Okay, je ziet al onderin dat ik het al gedaan had. Maar dat was echt het begin van WW2. Dus ja, laten we het gewoon opnieuw doen. Gewoon lekker regular. Let's go. On september 19 nog wat begint de WW2. World War 2. With unmatched ferocity, Hitler's war machine has launched its blitzkrieg against Western Europe, pushing it to the brink. As we brace for our darkest hour, we must summon our strength to be the bulwark against oppression. The Nazi onslaught will be the greatest test we'll ever face. But with our allies, face it and defeat it, we must. Set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Hector. Will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Dit is gebaseerd op de Tweede Wereldoorlog. Maar voor mij is het ook gebaseerd op Call of Duty 2, volgens mij. Als het goed is. We're invading some frog beach I'm not supposed to even know the name of. Also, we can take back France from the Nazis. Maar laten we zeggen, het is meer gebaseerd op Tweede Wereldoorlog. En een game, maar ik weet niet meer welke. Beetje kut. Ik zal even opzoeken. I made some good buddies in basic, and they're all on the boat with me. Everybody's scared as hell, but nobody's letting on. I hated Zussman the first week of basic, but now he's probably the best friend I have in the world. He's always looking for trouble. If there wasn't already a war on, he'd be off trying to start one. Besides, I gotta keep all my fingers. I'm gonna take photo of the year. Styles says he's gonna be a photographer for Life magazine. Kinda looks like Clark Kent said when he takes off his glasses, the only thing that happens is he can't see shit. Now, Elo's the vet. But being honest, he's what Ma would call a bit of a rube. Okay. Let's make this more interesting. St. Michael, patron saint of soldiers. He's at my back since Kasserine. So it's me 3 times in 10 seconds, and he's all yours. I don't know. Oh, you could always puss out. My money's on Zussman. Okay. I'm in. I can't watch. Just time me when I tell you. Back to my story.
Me and my boys, we muscle our way into this poker game that the football team has going. We worked out a system where they can signal to me everybody's hands. You should have seen the QB's face when I took that pot. You ready? Mm-hmm. That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. You get flush. No freaking. ILO had enough fighting him for two men. Ma said never shake hands with a Jew. That's not what she said last night. And enough bigotry for six. Well, who needs a stupid pendant anyway? Apparently you did. Yeah. I'm gonna get me something better. A real trophy, you'll see. Good luck with that. Oh! Briefing's at 1800. We're gonna be late. I got us covered, Daniels. Don't worry about it. Briefing's about to start. What the hell you boys doing? Then there's Sergeant Pearson. A real sweetheart. Well, you think you're special, huh? The Krauts are gonna eat your lunch. No, not our lunch, Sergeant. Our lunch is secure. Watch your lips, Usman. On me. Since I'm obviously on a lucky streak, whatever happens, stay close. First Normandy, then the Rhine. We got this, Daniels. Daniels. Leuk, man. Okay. De bekende strand gaan wij erin. With our allies, we embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead. Ik denk dat iedereen deze wel kent. And roll back the German aggression that has terrorized Europe for the past 5 years. We are all that separates the world from darkness. This, so much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. If we prevail, our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world for untold generations. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. Colonel Davis sure can give a nice speech. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our Thanksgiving Day game versus Austin. I'm sure you remember we lost that game by 42 points. Always looking over Pearson's shoulders, Lieutenant Turner. He's got him on a tight leash. But if Pearson breaks free, we'll all get bit. Ever since I could hold a rifle, I wanted to be like you, Paul. You've always been a tough act to follow. But I'm damn sure gonna try. It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. Seems like a long way off. Hey. Remember, no digging in at the shore. Gotta advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. I'm proud to lead you fellas into battle. Anytime, anywhere. D-Day, 1944. The beaches are supposed to be flattened, right? Sounds scared, Private. No, sir. You should be. Daniel, got a light? Sure thing. Everybody down! Oh mijn god. D-Day, iedereen kent D-Day wel. Iedereen. Ga lekker toe, heren. Echt lekker naartoe. Get to the sea wall. Get the Bangalore to the wire. Fast. Everybody ready.
Here we go! Drop the ramp! There's no cover! That was an order, goddammit! Drop it! Holy shit. Echt zo goed deze game, man. Ik blijf erbij. Ik blijf erbij, dit was de beste campaign die er is. Qua graphics dan. Het is sowieso een goede campaign. Het was ook een goede campaign. Take the Bangalore and get to the seawall. We have a clear path to the bunker. Daniel, this is what you trained for. Now pick up that banger. You can do this! Yes, sir! Hey. Oh, Jesus. Okay. Hurry Move it! Woman. We kunnen die tank achtervolgen, want niet waar wij per se heen. Oh, we moeten daarheen. Even kijken waar ik heen ga. Wat ben ik nou aan het doen, jongen? Holy shit. Ja, ik wil dat wel, maar nu. Ah, ik ben dood. Ik had veel eerder moeten springen. Oké. Okay. Oké. Oh, maar ging ik hier. Ik had deze serie ook al eerder gedaan. Alleen. Ik ging voor mijn paar keer dood. Ik ging daar, hè? Ja. Zo, wacht even hoor. Jezus. Oké, ben er. Wow. Hier naar beneden. Hey, geef mij die PPSH. Kom er iets meer mee. Hoe nam ik het ook alweer? Niet zo. Oké, pijltje naar links. Oké. Let's go, Swiss man. Ik heb PPSH. Right,
Bunker. Squad abilities. Oké, je hebt squad abilities. Dat was waar. Ik kan van Zeusman levens krijgen. Van die levenspacks. En van anderen gewoon... weer wat anders. Zat hier ook wat, hè? Ja, hier. Found me... Heroic... Actoins. Ja. Regular, ja. Ik ga niet op hard spelen, joh. Ik ben niet echt een persoon die campaigns op hard speelt, joh. We zijn echt wel binnen. Dat is wel mooi. Grenade! Bom! Lekker moordig. Yo, yo, yo! Wat de fuck gebeurde daar, joh? Bunker is clear, nice. Oké, op touchpad krijg je van die, dingen wat je moet doen. Yo, ik gooi mes. Ik ben dood. Twee keer dood. Wat doe ik allemaal? Wat ben ik allemaal aan het doen? Yo. Ik was bijna weer dood. Serieus. Bunker's clear, let's go. All right, bunker's empty. Let's go. Oké. De bunker is leeg. Een paar keer dood gegaan, een beetje jammer. Kijken wat we gaan doen, hier ligt sowieso één.
I'm going in! Ik kan hier net niet wat zien. Oké. Okay. Gooi gewoon de granaat naartoe. Maar ik heb ze een paar geraakt. Oké. Okay. Lekker, maar zijn nog meer? Dat bedoel ik, er waren er nog meer. Stiles, Aiello, with me. Daniels, you and Zussman clear the last bunker. Rally at the top of the bluff. And for fuck's sakes, don't get yourselves killed. Gebeurt niet, jongen. Yo, ik ga even terug. Dood. Oh, ik gooi een granaat, maar ik was vergeten dat daden. Kom nou, jong, klotzak. Kom. Ja, hup. Bam. Come here, buddy. I can't walk. Oh, shit. Get me the fuck out of here. We're gonna get you out of here. Stay with me. Oh, shit. Kijk ervan als je een beginner. Een leger. Gewoon iets meer. Dat je een beginner leger guy bent. Ik ben een. Dat zeg je heel anders, maar ik ben echt de naam kwijt. Kom op, Soos, man. Hang in there.
Keep your head down! Did you get them? They keep coming! Watch out! Oh, lekker. Let's move! We gotta move! I got you! Fuck! We can get down here! I got you! Jezus. Stay down. Oh man, okay. I'm bleeding out. Just keep pressure on it. Almost there. Come on up here. Move, move. Okay. Stay with me. Medic! I need morphine. You gotta hang on. Those girls in Paris are waiting for you. Really? Of course they are. How about another look at your girl? You kidding me? It's okay. I can't see shit. I'm just going to rest right here. No, no, no. You have to stay awake. Hey. Daniels. I'm here. Help me. I need a goddamn medic. Niemand komt ook. I got this. Go. Fucking hell, man. You'll take care of him. I need you with me, Daniels. Listen up. There's a GPF cannon by the farmhouse up the road. It's tearing up the beach. Let's move. We'll come back for you. Check your ammo and grenades. You heard him. Up the road now. Move it up. Wil je ergens ammo pakken? Nee. You're ready, Private. I need more ammo, Lieutenant. It's here, Private. Kijk, van Suzman krijgen we helft. En... van Turner krijgen wij ammo. Ik vind het wel dope dat ze dat zo hebben gedaan. Want dan zit je ook niet al te kloten met ammo. Oh mijn god. Oh. What the fuck? Ligt hier gewoon een paard? Een speelgoedpaard? Ik ga hier naar boven, want voor mij zit hier ook wat. Oh, is goed. Hey. Hey. Voor mensen die dit nog willen spelen, ligt levens. Hey. Ja, ik moet even gaan liggen. Want ik lig een beetje te dood te bloeden. Vind je gek niet? Weet je wat? Ik gooi een paar granaten. Oh, we moeten gewoon defenden. Alright, boy.
Tuurlijk. Lekker. Nice. We zijn al 33 minuten bezig, maar de helft van de video was gewoon puur. Gewoon puur video-achtig. Gewoon allemaal kutties. What you did back there, I owe you. I say we're even. We'll see this through. To the end? To the end. Beachhead secured. We'll bivouac at the second hedgerow after the ridge. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. None of us could have prepared for that. But you came through when it counted. Thanks, sir. You'll be all right, son. Thank you. Yes, sir. Of course, I will. Nou, want dit is zijn eerste oorlog. Laat het daar de eerste oorlog die meemaakt. Of meedoet, bedoel ik. Best way to retake Europe, but I'll guarantee you one thing. They weren't on the beach with us this morning. Oh, D-Day. Nou, ik heb ze al eens een keer gespeeld. Dus ik kan ze ook allemaal zien, maar we gaan gewoon zo door. Ja, we kunnen ook gewoon een serious game doen. Dan beginnen wij gewoon weer bij die game, maar we gaan dan naar de volgende missie toe. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een like te doen. Ik hoop dat je deze serie van deze serie gaat genieten. En dan zie ik jullie later weer. Jongens, elke dag om 3 uur een nieuwe video. Ik zie jullie morgen weer om 3 uur. En volg me voor social media. Staat allemaal in beschrijving. Jongens, tot gauw. Pow.